Hoi allemaal, vandaag is het tijd voor een shoplog. De eerste shoplog, er komen er twee. Mittens is er ook gezellig bij, want die is zoals jullie weten dol op plastic zakjes. Het is de eerste van twee shoplogs, want ik ben namelijk naar Milaan geweest met Sven. We waren namelijk een jaar getrouwd. Als jullie het zien, ik weet niet precies wanneer het geweest is. Ik denk dat het dan afgelopen weekend was, maar ik weet niet helemaal, meer hoe we zitten in de planning. Maar goed, ik ben naar Sephora geweest en naar Kiko. En ik heb nog even wat op het vliegveld gekocht. Dus laten we maar gauw beginnen. Ik heb me bij Sephora een beetje ingehouden. Want zoals je weet kan ik af en toe via Amerika contacten. Via familie van mij in Amerika kan ik alweer spullen naar Nederland krijgen. Vanuit Sephora onder andere. Dus ik had daar toevallig net een bestelling gedaan toen ik erachter kwam dat ze natuurlijk in Milaan een Sephora hadden. Maar goed, Amerika is natuurlijk nog steeds wel net iets goedkoper. Dus een deel heb ik gewoon daar gelaten. En bijvoorbeeld Tarte hadden ze niet in Milaan. Dus ik heb wat kleine dingetjes daar gekocht. Te beginnen met iets wat bijna op was. En wat ik dus opnieuw heb gekocht, omdat ik er gewoon dol op ben. Dat is deze. Dat is de Bare Minerals Complexion Rescue in Natural Mittens. Zo anders dan. Mits kan zich niet inhouden. In Natural. En dit is een hele fijne getinte dagcreme. Of nou ja, getinte dagcreme. Tinted Hydrating Gel Cream. Met factor 30. En ik vind het heel fijn spul. Het ziet er super natuurlijk uit. Het draagt echt heel lekker licht. Het brengt ook, omdat het een gel is, heel fris aan. Dus zeker in de zomer echt heerlijk. En nou, ik heb er nu één verpakking bijna op. Dus ik dacht, tijd voor een nieuwe. Er zat trouwens een doos omheen, maar die heb ik er afgehaald. Omdat ik hem daar eigenlijk alweer heb gebruikt. Dan één dingetje wat ik niet daar kocht, maar wel vlak voordat ik vertrok kocht. En ik wil hem toch eventjes erin laten zien. Namelijk de Guerlain Lingerie de Peau Beauty Booster. Ik heb de kleur 2 light. Ik denk dat ik ook medium wel aan had gekund met zeg maar nu ik wat donkerder ben door de zon. Maar het is echt, ja, het heet een multi-perfecteur skin fusion multi-perfecting make-up. Ook met factor 30. Wat ik heel leuk vind is dat het gewoon een pompje heeft. Heel hygiënisch ook. En ja, weet je, ik denk dat iedereen die al een tijdje beauty bloggers of vloggers volgt, die kent dit is echt een product wat zoveel is, wat ontzettend is gehyped. En ik was er toch wel heel erg nieuwsgierig naar. En ik moet zeggen, ik vind hem heel erg fijn. Dit was het product wat ik meenam naar Milaan, zeg maar, voor mijn gezicht. En op een gegeven moment was het heel warm en dan vond ik het wel lekker om wat luchtigers op te doen. Want deze is best wel dekkend, maar wel op een hele natuurlijke manier. Hij heeft wel een vrij sterke geur, echt parfum, zeg maar. Had voor mij niet gehoeven. Ik kan voorstellen dat soms mensen het vervelend vinden. Maar het is wel echt een heel fijn product. Dus ik snap de hype. Dan kocht ik verder bij Sephora dit. En hier ben ik heel benieuwd naar. Dit is een exfoliating face disc. Ik heb hem nog niet opengemaakt of gebruikt. Maar we gaan het even doen. Ze zeggen van, hey, je moet je cleanser erop aanbrengen. Op dat ding of op je huid. En dan ga je dus in ronddraaiende bewegingen over je gezicht heen. En dan kan je dat dagelijks doen. Nou ja, je kan hem. Oeh, dat voelt heel grappig. Oh, het is een soort zuignapje. Heel grappig. Het is een soort zuignapje. En dan heeft hij. Nou, het voelt echt heel bizar aan. Heel zacht. Nou, ik was hier echt mega benieuwd naar. Dus ik ga dit gebruiken. En ik dacht, het is ook wel handig als je op vakantie. Dan hoef je geen scrub mee te nemen. Zoals je bijvoorbeeld moet vliegen en je mag niet allerlei lastige dingen meenemen. Dan hoef je niet allemaal scrub mee te nemen. Dan neem je gewoon dit dingetje mee. En ik dacht misschien zelfs wel. Ik neem natuurlijk altijd mijn Clarisonic mee. Of ik nou een dag ga of een week of drie weken. Maar ik dacht, misschien kan ik wel deze wel gaan gebruiken. Dus ik ga hem testen. Ik ben heel benieuwd. En dan, misschien weet je het wel, ik ben altijd dol. Bij Sephora heb je bij de kassa, zeg maar, van die allemaal schappen met allemaal reisproducten. Nou, dat vind ik echt fantastisch. Dat zijn allemaal minis van hele fijne producten. Weet je, soms twijfel je over producten en denk je, het is best wel duur. En als je dan zo'n mini hebt, dan is het, dat heb ik bijvoorbeeld ook met de Hourglass Ambient Lightning Powder heb ik dat gedaan. En die heb ik dus nu full size, zeg maar, besteld. Via mijn Amerikaanse bron. Maar
Heb ik dus eerst in een miniatuur verpakking geprobeerd. Omdat ik dacht, ja, dit is best wel duur. En nou, zo kan ik het proberen. En hij is nu bijna op en ik vind hem fantastisch. En wat heb ik nou nog meer besteld? Dit, ik ben al aan het openmaken. De NARS Blush en Bronzing Powder Duo. En je kan misschien al een beetje raden welke twee kleuren van NARS erin zitten. Het zijn volgens mij de bekendste kleuren. Bijna, nou tenminste, het zijn volgens mij de bekendste bronzer en de bekendste blushkleur van NARS. Oh. Nou, er zit natuurlijk zo'n leuk folietje dingetje. En dit zijn ze. Dit zijn dus de Laguna Bronzer en de Orgasm Blush. En ja, dit zijn echt twee prachtige, prachtige. De blush is heel mooi. Daar heb je een fijne dupe van trouwens van Sleek, die ik ook heb. Maar deze is toch wel net ietsje mooier. En een hele fijne bronzer. En ik dacht, dit is toch te schattig om mee te nemen. Ik vond het fantastisch. Dus ik ben echt gek op die reisverpakkingen. Zo. Dat was bij Sephora. Dan ging ik ook even naar Kiko. Nou zal je denken, Kiko hebben we ook in Nederland. Dat klopt. Maar ik kon iets niet vinden in Nederland. Wat ik al een tijdje op mijn verlanglijstje had staan. En dat is dit. De Sculpting Touch Creamy Stick Contour. En ik ben in Utrecht naar de Kiko geweest. En daar hadden ze hem niet. Of ik heb met mijn neus gekeken. Maar ik heb toch vrij lang met mijn neus gekeken dan. En dat is dit. Dit is een stick. En dat is een contourkleur. Dus die breng je gewoon aan als contour. En het werkt echt. Het is gewoon heel lekker voor. Ik had bedacht voor in de zomer. Weet je, dan doe je gewoon een beetje van die tinted moisturizer. En dan een beetje choep choep contour. Een beetje wegdeppen. En dan het tweede product wat ik er kocht. Komen aan. Momentje, momentje. De highlighter variant. De Radiant Touch Creamy Stick Highlighter. Dat is deze. Dit kan zien, hij zit hier. Ik kan hem mooi natuurlijk vervagen. Of het helemaal overkomt in dit licht. Maar het is een hele mooie glowy highlighter. En ik dacht dan dat en dan een creamy blush en klaar ben je. Dus die vond ik heel leuk. Ik heb trouwens alle bonnetjes en zo geloof ik weggegooid. Sorry. Maar goed. Als ze hem bij de Kiko in Nederland hebben, dan staan er vast ook prijzen op de website. En dan kocht ik daar nog wat. Is het helemaal lopen van het zakje. Even opzitten. Zo. Ik kocht dit. Of eigenlijk kocht ik 3 losse oogschaduws. En toen heb ik maar bedacht dat het wel handig was om er zo'n doosje bij te doen. Ik kocht er 3. En dat zijn allemaal high pigment eyeshadows. Even kijken hoor. En dan heb ik de kleur. Nou weet ik natuurlijk niet meer welke wat was. 05, 46 en 16. 05, 16 en 46. En dat zijn dus deze. Oh, kwastje. Niks aan de hand. Zo. En ik vond het echt hele mooie kleuren. Ze komen niet helemaal mooi over op beeld. Zeg maar helemaal precies zoals ze zijn. Want ze zijn iets rozig topiger dan wat ze zijn. Ik zal even. Ja, schone vingers. Ik weet niet of je het een beetje kan zien. Het is een highlighter. Het is een glanzende. Een beetje taupe kleur, maar wel met een beetje iets rozigs erdoorheen. Een beetje mauve-achtig en een taupe mauve-achtige matte kleur. En ik dacht, daar kan je gewoon een super mooie. Hier zie je ze een beetje tussen alle andere dingen door. Een super mooie basislook mee maken. En ik dacht, het staat gewoon heel mooi bij blauwe ogen. En ik dacht, dan is het wel praktisch. Het is trouwens heel grappig. Ik zie nu dat doosje een beetje doorschijnend is. Ik weet niet of je. Oh ja, je kan het hier zien, hè. Die vrouw zegt, ja, het is een heel klein doosje. Nou, ik vind hem niet heel klein, overigens. Ik bedoel, hij is ook niet groot, maar het is niet een heel klein doosje. Maar ik vind het wel. Ik vond het wel praktisch. Ik denk, ja, weet je, anders heb ik weer allemaal 3 van die losse doosjes. En ik merk altijd dat ik dat minder snel pak, terwijl ik ze dan wel graag wil gebruiken. En ik dacht, dan is dit ideaal. Dus dat, ja. Oh ja, en ik had nog iets op mijn wensenlijstje staan. En die is al een beetje af, maar dat is deze kleur. Dit is Chanel nagellak in de kleur Organdi. Dat vond ik super mooi.
Maar weet je, Chanel, het is niet heel goedkoop. En toen dacht ik weet niet eens meer wat het was, zeg maar. Laten we zeggen dat het 25 euro was voor een nagellakje. Doe dat open. Hoe krijg ik dit nou open? Zo'n gesealde bag van Vivat. En ik dacht, het is best wel prijzig. En ik was nog in twijfel, maar ik had wel bedacht, nou, misschien ga ik mezelf daar gewoon lekker op trakteren. Maar toen was ik op het vliegveld en toen zag ik van deze kleur, dit is nummer 13. En ik had hem erbij gehouden, ik heb hem nog niet getest, maar hij lijkt er echt als twee druppels water op. Het is gewoon een hele mooie nude kleur. Eentje waarvan ik er echt al 100 in mijn kast heb staan. Maar ze zijn allemaal net iets anders en ze zijn allemaal net weer iets. De ene keer heb ik meer zin in iets meer topig, dan heb ik iets meer roze. Dan, nou goed, laat mij mijn ding doen. Ik vind het echt een hele mooie kleur, dus ik ben heel benieuwd. En dit is de Lasting Color Gel. Ik heb een Gloss Effect Nail Polish. Nou ja, weet je, dat heeft dat Chanel ding natuurlijk niet, maar ik ben heel benieuwd. En dat is eigenlijk alles wat ik heb geshopt qua make-up in Milaan. Uiteraard heb ik ook wat fashion geshopt en dat zie je, ik denk dan het filmpje hierna. Of misschien zit er één filmpje tussen, maar ik denk dat die gewoon hierna komt. Dus als je daar benieuwd naar bent, hou dit kanaal vooral in de gaten. Dat kun je doen door je te abonneren op blondiebeautyfashion.nl. En dat kan je doen door hieronder op de link te klikken of aan het einde van het filmpje. Zo. En ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken en ik zie jullie snel. Doeg! Het zijn allemaal crème producten. Een highlighter, twee lichte en twee donkere kleuren om mee te contouren. Wat ik eigenlijk doe is...